Welkom bij een werkstuk tijdens de zomerweken. En uh, het is, want ik neem het op dinsdag op, bloedje, bloedje, bloedje heet hier. En toen zat ik een beetje op mijn telefoon te kijken: van oké, okay, wat, 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 wat ga, ik, ga ik het dan over hebben? En uh, op een of andere manier kwam ik bij Skyrim uit en zag ik daar allemaal. Ja, hele plaatjes met sneeuw en kou en koel en frisheid. Toen dacht ik van, nou ja, dan hey, logisch, fuck it. We gaan gewoon iets over Skyrim, iets over Bethesda doen. Ik realiseer me wel, we hebben het al heel vaak over Bethesda. En als we het over Bethesda hebben bij GameKings, is het vaak over de hedendaagse tijd. Uh, ze zijn gekocht door Activision, uh, het leriage van Todd Howard, uh, het escheck van Fallout 76, onze liefde voor uh, Skyrim, uh, onze wens weer een nieuwe Skyrim te zien, Fallout 76, uh, Starfield. Het zijn allemaal dingen die meer in het hedendaagse tijdperk liggen. Maar hoe zat het nou helemaal aan het begin? Hoe is Bethesda ontstaan? En toen ik daar een beetje indook, Zoals altijd kwam ik weer uit op een bijzonder markant maf, gek verhaal, vol met toevalligheden. En had ik zoiets van: misschien moet ik dat maar gewoon eens uh, gaan voordragen. Want zoals al vaak, Bethesda uitermate succesvol, ondanks dat het. Ja, Met Fallout 76, zit ze in een wat mindere periode, maar uitermate succesvol bedrijf. Grote games gemaakt, belangrijk voor mij voor veel met, uh, met Elder Scrolls. Staan ze misschien wel aan het, aan het begin van de moderne RPG? Um, ja, hoe, hoe is dat dan ontstaan? Is dat een masterplan geweest of weer toevalligheid? En ik kan je nu al verklappen, het is een. Bizar verhaal weer, want um, vergeet tot Howard of al die mensen die je nu bij de ziet. zien, die hadden er helemaal geen ene kont mee te maken. Het is namelijk Christopher Weaver geweest. En Christopher Weaver, je ziet hem hier, um, dat was een knijterharde nerd. Um, hij hield van tech en hij stond bekend om zijn vooruitziende blik als het gaat over. Technologie en dan met, da met name hoe, hoe wij onze digitale content tot ons nemen. Um, ze noemden hem ook wel een technology forecaster... iemand die voorspelde waar het naartoe ging. En hij heeft een aantal zeer belangrijke memo's... Ja, zeg maar kleine, uh, uh, kleine werkstukjes uh, geschreven over... en ik, ik citeer even... de importance of alternative distribution systems... and how satellites and broadband networks would impact network television... En dit was echt nog voor de 1980. Hè. Hij was toen al bezig dat er momenten gaan komen, dat er breedband komt, satellieten. Dat de manier hoe wij entertainment tot ons nemen anders gaat zijn dan op dat moment. En hij was daar zo goed in, hij was daar zo succesvol in, dat hij uiteindelijk zelfs is uh, opgenomen binnen de overheid. Hij zat in een committee, een committee uh, waarin uh, hij uh, uh, advies gaf aan de overheid met wetgeving en et cetera, et cetera... om die overgang uiteindelijk naar breedband, satelliet... en al die dingen die hij voorspelde... om dat gewoon uh, soepel te maken. Nou ja, dat, dat was zijn werk. Daar was hij goed in. En daar was eigenlijk 90% van zijn passie ging naar naartoe. Dat was zijn ding. Um, gelukkig had deze man die... Woonachtig was in Maryland in het plaatsje, en daar komt hij Bethesda, uh, had hij ook nog vrije tijd. En wat doen nerds dan in hun vrije tijd? Dan gaan ze niet een dure auto kopen, ze zitten ook niet bij de plaatselijke voetbalclub, ze gaan ook niet werken aan hun spiertjes in de fitness. Laat staan dat ze kook gaan snuiven in de plaatselijke club op zoek naar uh, 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 leuke dames om de nacht mee door te brengen. Nee, uh, of heren, maakt mij niet uit. Uh, nee. Dan gaan ze met een andere nerd uh, in het hobbykamertje zitten in de Mancave, uh, in de Den, of uh, in dit geval zoals hij dat noemt, de Proverbial Kitchen Table, uh, om daar iets in elkaar te klootviolen. En um, hij had toch wel iets met entertainment. Althans, die vriend van hem, die was helemaal gek van gaming, games. Um, en ze zijn een beetje gaan prutsen. Uh, ze zijn begonnen met iets met laserdiscs. Dat was in die tijd een... Ja, leek een populaire draag te gaan worden van games. Dat is natuurlijk volledig niet zo geweest. En toen gingen ze eigenlijk een beetje kijken um, hoe ze ja, die PC-markt, die PC's waarden, hoe zouden ze die PC's kunnen gebruiken als platform voor gaming. En um, ze kochten een Amiga, um, een personal computer van Amiga, die kregen ze in handen en daar zijn ze een beetje mee gaan klootviolen. En um, zijn vriend, uh, genaamd Fletcher, die was helemaal into American football. En Weaver had daar echt daadwerkelijk, zoals een goed uh, betaamd uh, nerd, uh, ja, een, een, echt, een echte nerd betaamd, die had helemaal geen interesse in sport. Dat, dat, het sport was voor, voor mensen die, nou, ik wil niet zeggen dom zijn, maar je weet waar ik naartoe ging. Fletcher zei alleen, ja, nou, merken voetbal, dat wordt tof. En. Hij zei van, oké, okay, maak dan maar een Amerikaanse voetbalgame. Nou, daar zijn ze een beetje mee bezig geweest. En uiteindelijk is dat ook daadwerkelijk een spel geworden. En dat spel bestaat, dat heet Greediron. Uh, ik zou niet weten waarom het zo heet, maar het heet zo. En het grappige is dat deze game uh, dus in 1986 uitkwam uh, voor... Hun bedrijf. Ik ga het zo vertellen hoe dat heet. Het kwam uit voor de Amiga, de Atari ST en de Commodore 64. Um, en er werden een paar honderd exemplaren van verkocht. Um, want zoals in die tijd het vaak nog ging. Het waren. Je had niet van die hele grote pubs, had je wel bij de meeste waren nog gewoon heel simpel. Uh, die die brandden gewoon zelf in demo's en dat ging gewoon in een pakje en er werd het gewoon vanuit huis verstuurd. Um, Zat er een paar honderd gebrand als het ware en die werden binnen no time allemaal verkocht. En dames en heren, daar kwam Electronic Arts al en Electronic Arts, uh, die was bezig met de eerste John Madden game. Ja, let op waar dat naartoe gaat en um... IE vroeg Bethesda, want zo heette het op dat moment, uh, of zo heette het, om die game te maken en af te maken. Dus Bethesda heeft de eerste Madden mede helpen vorm te geven. Ze kregen al vrij snel uh, uh, een beetje beef uh, met elkaar. En uh, dat kwam ook omdat Grie-Re. Uh, Grie, ik vind het zo moeilijk om aan nou, laten we zeggen, Greedharren. Dat de volgende versie werd een klein beetje tegengewerkt door EA. Want die wil natuurlijk Madden naar de voorkant hebben. En daar was Bethesda weer niet zo blij mee. En uiteindelijk uh, is het een. Ja, dreigt het een rechtszaak te worden. En uiteindelijk hebben ze het samen besloten. Oftewel, ergo, er is een zak geld betaald. En. Uh, uh, ja, bedoel, d, 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 en die zak geld, dat is wel vrijwel zeker. Want in principe wilde Bethesda EA voor het gerecht dagen voor 7,3 miljoen dollar. Uh, dat is dus in de achterkamertje besloten. Dus ik denk dat ze uh, een groot deel van het geld hebben gehad. En EA is toen verder gegaan met Madden. En de rest is geschiedenis. Wie had dat gedacht? Dat Bethesda. De eerste dingen die Bethesda deed was werken voor Electronic Arts en dan aan een American football game. Goed. Um, het bedrijf werd dus Bethesda Softworks genoemd. Uh, dat was niet de eerste naam. De officiële naam die Weaver wilde gebruiken was Softwerken. Dat klinkt heel erg Duits, softwerken. Uh, maar uh, die naam was al door een ander bedrijf genomen in Virginia. Nou, Dat, dat wordt dan ook weer zakelijk een, 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 een proces. Uh, uiteindelijk heeft Bethesda dus besloten om daar toch weer geen ding van te maken. Want ja, dat, dat was het toch allemaal, allemaal niet waar. Toen zijn ze nog een beetje iets met magic proberen te doen. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch maar gekozen voor Bethesda. Want ja, ze woonden in Bethesda en het klonk eigenlijk wel aardig. Dus... Vandaar, totale toeval, niet over nagedacht. Gewoon het dorp waar hij woonde. Uh, of het stadje waar hij woonde. En zo ontstaan, ontstond Bethesda Softworks. Uh, het startkapitaal was een knalharde 100.000 dollar. Dus Bethesda is begonnen. Met 100.000 dollar. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat ze betaald hebben, Microsoft. Maar volgens mij was dat meerdere miljarden dollars. Ik weet ook niet of deze beste meneer Weaver nog uh, aandelen heeft. Of dat hij al volledig uitgekocht was. Uh, want als hij aandelen heeft, dan heeft hij goed lopen in cash. Uh, maar uh, duidelijk was uh, dat uh, uh, Bethesda Softworks bestond. En. Als een soort van hobby. Want uh, Weaver bleef gewoon daarnaast zijn eigen werk te doen. Uh, zijn ze heel, heel rustig begonnen met wat games te maken. Opmerkelijk feit. En het is een feitje die werkelijk waar nergens toe doet. Maar toch leuk is om te vermelden. Is dat, dames en heren. Als je ooit Friends hebt gezien, dan zul je haar herkennen. Courtney Cox. Courtney Cox werkte in die tijd bij Bethesda. Nou, het was tijdens Friends een van de meest. Uh, 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 populaire vrouwen. Heel veel mannen waren verliefd op deze vrouw. Wie weet, heel veel vrouwen ook. Uh, maar deze dame werkte dus bij Bethesda. In welke hoedanigheid? Ik weet het niet. Uh, ik weet niet of zij games maakte. Wie weet, is het ook meer in ondersteunende functie. Uh, maar ja, Courtney Cox werkte dus bij Bethesda. Dat je dat maar even weet. Goed, uh, voetbalgames hadden ze gemaakt. En uh, Daarnaast, uh, daarnaast zijn ze gewoon games gaan maken en wat ze uh, bij de eerste game deden was het leren aan een voetbalgame die bekend was uh, aan, aan de voetbalsport en eigenlijk bij hun tweede game zijn ze ook een beetje in, ja, uh, in, hebben ze ook een concept gekozen waarbij ze het aan een franchise vast uh, knoopte die al bestond, die al bekend was en dat was in dit geval de Terminator. Uh, het was de tijd van de Terminator 2, Judgment Day. En zij maakten een game uh, genaamd The Terminator. En die zie je hier. Uh, het lijkt fucking veel op Gran Turismo, uh, een oude. Maar uh, ook vreselijk veel pop-up. Maar goed, dit was The Terminator. Uh, het was een game die op de MS-DOS uitkwam. En die deed het wel aardig. Maar niemand die op dat moment dacht van... Maar holy fucking shit. Uh, dit bedrijf, Bethesda Softworks, dat gaat ooit... De boel, de gamesindustrie op zijn kop zetten, die gaat een van de meest populaire uh, uh, developers worden alle tijden. En wordt uiteindelijk misschien wel voor 6 of 7 miljard gekocht door Microsoft. Dat, dat niveau hadden ze nog lang niet bereikt. En als ik dit zo allemaal zie te kijken, dan denk ik ook van, wat een boring shit is dit dan wel. Maar goed, in die tijd had je niet anders en was dit misschien wel heel erg gaaf. En dan eindig ik eigenlijk een beetje bij 1994. Want Terminator kwam uit in 1991. Um, en in 1994 kwam de Game uit... die eigenlijk een beetje de historie van Bethesda uh, uh, heeft um, ja, echt opgezet. Hier is Bethesda heel erg groot mee geworden. En ook dit was weer een klein beetje... Toeval dat er binnen het bedrijf uh, een aantal mensen waren. En dat was Julian LeVay en Vijay Laxman. Uh, twee mensen die binnen Bethesda Softworks werkten. En die zoiets hadden van... Hé, hey, ik wil iets doen. Um, ja, Dungeons and Dragons was op dat moment heel erg populair. De, de RPG, de tekst-RPG van... Kunnen we daar niet een game rond bouwen? Los van een bestaande licentie, als het ware. Dus dat was best wel een gok. Maar uh, de beide heren kregen daarvoor een fiat, kregen groen licht en gingen aan de slag om uh, die game te maken. En dat werd uiteindelijk uh, de game die op dat moment nog heette Arena. En um, het grappige van Arena was dat het beginpunt. Totaal niks te maken had met wat uh, Elder Scroll. Uh, Elder Scrolls inmiddels is. Hè? Dat is die grootste wereld waarin je als uh, speler rondloopt. Uh, een main quest hebt. Dus met heel veel mensen praat om een bepaald. Avontuur uh, uh, op te lossen, een bepaald mysterie op te lossen, waarbij je ook nog rond kunt gaan om sidequests te doen, zodat je jezelf, je gear en al dat soort zaken kunt, kunt verbeteren. Dat is zoals we Elder Scrolls kennen. Maar in die tijd was dat nog niet zo, want het is begonnen namelijk en de naam verraadt het al: Arena. Uh, het is uh, 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 was eigenlijk, uh, uh, Tamriel was er al wel, dat land. Maar de bedoeling was dat, het, dat je van het ene dorpje naar het andere dorpje ging, of stadje. En in dat stadje zat dan altijd een arena. En in die arena deed je dan, uh, ja, battelde je het uit tegen allerlei uh, vijanden. En vandaar de naam Arena. Nou, ze zijn een beetje deze klootviolen, die twee gasten. En uiteindelijk kwamen ze toch wel achter dat dat niet helemaal... Was wat ze wilden. En langzamerhand zijn ze steeds meer richting de RPG gegaan die we nu kennen. En Elder Scrolls Arena um, is dan eigenlijk ook een beetje de grondlegger van de moderne RPG. Want um, vergis je niet, deze game, het klinkt echt bizar, is de grootste game van alle Elder Scrolls die er zijn geweest. Groot in omvang. En dat komt omdat. Geheel Tamriel zit hierin. Waar je bij andere Elder Scrolls vaak een deel uh, van Tamriel uh, 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 je avontuur beleeft, zit hier. Heel elders scrolls erin. Natuurlijk niet in de open wereld. Het waren gewoon aaneengesloten stukken. Uh, vaak uh, uh, procedureel gegenereerd. Uh, met NPC's die in principe dan bij elk wel herkenbaar waren dat het dezelfde waren. Maar dan net met een ander petje of een ander kleurtje. Uh, soms kwam je ook dezelfde vragen tegen. Maar geheel Tamriel zat erin. En binnen die game ontdekte je gewoon dat hele gebied. En uh, uh, ging je daar je main quest aan. De main quest die is onovertroffen volgens de mensen die hem op dat moment speelden. Volgens de critici. De sidequests werden vaak wel als repetitief gezien. Maar dat maakt niet uit. Um, het grappige was, het heette dus Arena. En het lullige daarvan is, is dat... Uh, en dat geeft ook weer aan, het, het... Ze zaten echt nog wel een beetje in, in die, die kitchen table fase. Het was natuurlijk inmiddels wel een bedrijf... maar nog wel een beetje een, een, een bedrijf wat verre staat... van wat Bethesda op dit moment is. Um, ze konden niet meer van die naam Arena, want... Alle. Uh, al het, 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 het. Ja, weet je. Je had toen nog hoesjes. Daar, daar zat natuurlijk een, een cover in. De covers waren al gemaakt. Uh, de, de marketing was al ingekocht. Dus ze zaten al vast. Uh, logo. Alles was al gemaakt. Ze zaten vast aan de naam Arena. En toen hebben ze dus besloten om daar dan maar The Elder Scrolls voor te zetten. Want dan had je toch nog een beetje dat RPG. Dat mysterieuze Dungeons Dragons gevoel. Wat met Arena uh, er totaal niet was. Uh, deze game. En dat vind ik ook altijd mooi bij dit soort verhalen. Niemand, maar dan ook echt werkelijk niemand had verwacht dat dit een succes zou gaan worden. Ook meneer Weaver niet, en meneer uh, Laxman, en meneer Leffay en meneer al die mensen die daar werkten. Uh, die, die, die wisten het niet. En dat kun je namelijk zien aan het feit dat ze maar een paar duizend uh, kopieën. Klaar hadden om verkocht te worden. Ze hadden het gevoel van: Ik weet het niet, dit is zo nieuw, dit is zo anders. Um, dit is denk ik. Ja, de mensheid is er nog niet klaar voor. De gamer is er nog niet klaar voor. Um, en ja, zo heel succesievelijk werden die 3000 stuks wel verkocht. In die tijd was dat al best wel tof. Um, er werkten niet heel veel mensen aan. Het, het waren kleine groepjes. Je werkte vaak aan meerdere games. Um, maar. Ja, echt veel is het natuurlijk ook niet. Je kunt niet zeggen van holy shit, het was meteen een doorslaand succes. Dat werd het op een gegeven moment wel. Want die kopieën, die gingen de wereld in. Mensen gingen het spelen. En je had echt een, uh, in die tijd een bepaalde, ja, een bepaalde scene zoals gamers toen werkte. Het waren veel minder bladen en al dat soort dingen. Van mond op mond. Van hé, hey, ik, ik ben nu iets aan het spelen, dat is super vet. En dan gaf je hem de disc en dan ging die het spelen, et cetera, et cetera. En uiteindelijk zijn er in de periode na de release... Uiteindelijk meer dan een miljoen stuks van deze game verkocht. En dat is wel dus heel veel voor uh, een game in die tijd. Het was een ongelooflijk succes en het was het begin van het Bethesda, waarop, uh, ja, waar we nog steeds van houden en, uh, en die we op dit moment ook zien. Het was Bethesda, de developer. Ze hebben daarna nog wel wat andere dingen gemaakt, maar vooral de developer die fantastisch bedreven was in het maken van complexe, grote. RPG-werelden, waarin je uh, als gamer heerlijk kon, uh, kon rondreizen en avonturen kon beleven. Maar dit alles, dus wederom, gebaseerd op een hoop geluk, een hoop toeval en uiteindelijk één nerd die nog wat vrije tijd over had en toen aan zijn keukentafel bedacht, ik ga niet kooksnuiven in de club, ik ga samen met mijn maat een American Football Game maken.